Ja, dames en heren, zijn we weer. Een gloednieuwe aflevering van The Punch. Het programma waarin we alles bespreken in de wereld van ringsporten. En dat doen we ook weer met bijzondere gasten. Want we hebben vandaag niet alleen natuurlijk weer, daar is hij weer. Melvin No Mercy Manhoef. Ja, blijft toch wel leuk natuurlijk. Onze andere artiesten zijn Vincent Vianen. Iemand die dus meedoet aan Boxing Influencers. Een hele, hele bijzondere keuze. Daar gaan we straks over hebben. En iemand die hoge ogen gooit in de competition. Oftewel Joey van den Houten. Welkom heren. Thanks. Hoe gaat het met jullie? Gaat prima. Ik vind het leuk dat ik erbij mag zijn. Ja. Dank je. Het is een spannend iets natuurlijk voor jou dat je voor het eerst eigenlijk de ring echt ingaat. Nou, het is niet de eerste keer dat ik de ring inga. Niet? Ik heb al eerder in de ring gestaan met kickboksen. Ja. Maar als met boksen is het mijn eerste keer. En hoeveel jaar is dat geleden? Dat je... 2 jaar geleden. Heb jij 2 jaar geleden gekickbokst? Ja. Waarom weet ik dat niet, Melvin? Ja, waar weet je dat wel? Ja, maar waarom weet ik dat dan niet? Daarom vecht je ook tegen Luca. Die heeft ook al een wedstrijd gedaan. Inderdaad. Ja, gelijk. Ongelooflijk. Oh, dus je hebt 2 jaar geleden heb je al een keer in de ring gestaan. Ja. En tegen wie moest je toe? Het was tegen een Franse jongen. Ik ben zijn naam even vergeten. Maar? Dus ja. Maar je dacht van, ik heb jarenlang lekker gedanst en choreografie gedaan. Ik dacht, kom op, ik ga mezelf een keer uitdagen. Nou, om eerlijk te zijn, voor het dansen was ik al gepassioneerd in martial arts. Dus ik ben echt een fan van vechtsporten. En ik ben altijd dol op geweest. Dus toen dacht ik, ja, ik wil ooit een keer in de ring staan. Dat is een bucketlist ding. Wauw. Ja, maar dat is ook mooi, man. Ja. Ja, dat is ook niet. Dat is echt te gek. Ja. Joey, jij bent op dit moment druk bezig natuurlijk met de competition als een van de deelnemers. Nou, je hebt nog niet zo lang geleden een hele mooie partij op je naam gezet ook weer. Is dit ook zeg maar zo in een programma komen en zeg maar je naam ook neerzetten? Is dat iets ook wat een kant van jou kan zijn? Dat is, dat is zeker wel wat een kant van mij kan zijn. Kijk, het show-aspect hoort er gewoon bij. En dat is gewoon hartstikke leuk. Volg je een beetje dat Boxing Influencers? Ik volg het een beetje. Kijk, wat ik zeg, show aspect. En heel veel mensen hebben er een mening over. Maar ik vind het gewoon leuk. Ja. Als showman, je kan het niet leuk vinden. Weet je, influencers die elkaar in elkaar slaan. Die elkaar slaan, hoe moet je het zeggen, hè? Ja, al die meningen erover. Ja, het is het, voor de vechters die niet... weet je, de echte vechters, is het een schande dat ze zo naar beneden zitten? Kijk, als echte vechter, jij bepaalt of jij bovenin staat of niet bovenin staat. Helder. Ja, ja zo is het. Je moet gewoon hard trainen en jongens neerhalen. Ja. En dan krijg je vanzelf de aandacht die je wilt. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook het traject waarin we zitten natuurlijk. Hè? De jongens die zich mee daaraan committen ook echt to the job. En hebben ook net zoveel spanning en stress met een voorbereiding voor een partij als ieder ander mens die natuurlijk in de ring gaat staan. Dat is best wel natuurlijk een hele opgave. Ja, sowieso. Snap je? Kijk, het is niet anders voor Joey als voor Vincent, nee. Snap je? Ze hebben dezelfde emoties, alleen ja, kijk hoe hij ermee omgaat en hoe Vincent ermee omgaat, dat is natuurlijk misschien op dat moment nog even anders. Ja. Omdat hij misschien niet zo vaak gewend is om mensen zeg maar hè, schade aan te brengen of te richten of juist moet willen. Te willen ik denk van ja, nou, misschien kan ik even rustig aan doen. Weet je, kijk, die mindset kan misschien anders zijn of niet, snap je? Dat weet ik niet, maar dat zou iets kunnen zijn, snap je? Ja. Dus, maar zo denk ik, en ik denk dan bij mezelf dat als we zeg maar, en daar hebben we het vaker over gehad natuurlijk, nu praat iedereen er eigenlijk veel minder over dan daarvoor. Precies. Daarvoor zeiden ze precies wat jij zei, het is een schande voor de sport dat hun platform krijgen, bladibla. En nu... Nu zien ze jouw plan, dat je wilde branden ook. Het is niet alleen mijn plan, snap je? Want het is niet dat ik hier als eerste mee ben begonnen, snap je? Nee, maar dat je wel de mix wilde maken. De mix. Dat iedereen zeg maar elkaar kan versterken. En dat is eigenlijk het allermooiste ervan. Want als we dan kijken naar zijn doelgroep. En wat ik dan allemaal nu heb gehoord, vind ik het dan heel bijzonder. En nog fijner om natuurlijk met jou te werken als wij weten. Kijk, hij mag zo direct zelf vertellen. Maar snap je, dan is het gewoon juist leuk als we ook een beetje die doelgroep een beetje erbij kunnen krijgen voor het kickboxen. Snap je? Zeker. Ja, meneer Vianen, laat nog even terug aan jou. Ja. Want je bent eigenlijk gewoon een zware baas van de club, als ik het zo mag zien. Want je hebt gewoon met Justin en Asher gewoon gewerkt. Ja, dat klopt. En wie nog meer? Jermaine Jackson. Kalees, maar dat is ook een beetje... Of Milkshake. Iedereen kent Milkshake. Ja, Kalees kan ze ook toch. So, als ik dat zo even een beetje zo uit het hoofd kan noemen. Maar jij hebt op een dag gewoon bedacht van ik ga naar Amerika en ik ga gewoon daar...
Ik bedoel, het stikt daar van mensen met talent en die... Precies zoals jij het zegt. Gewoon, ik dacht van, hé, weet je wat, ik ga naar Amerika toe. Nee, ik heb die droom al een tijdje gehad. Ik wilde graag, ik ben begonnen met dansen door Usher. Dus ik dacht van, ik wil een keer met hem dansen. En ik ben een grote dromer. En ik heb zoiets van, ja, ik ga het gewoon doen. Dus om een lang verhaal kort te houden, ik heb heel veel voor moeten doen. Maar ik heb gewoon eigenlijk mijn spullen gepakt. Ik ben naar Los Angeles toe verhuisd. Ik heb daar 3 jaar gewoond. En eigenlijk al na een paar maanden, eigenlijk na een maandje dans ik dus met Jermaine Jackson. Zijn we naar Afrika geweest, Gambia, daar gedanst voor de president. Terugkomen naar Amerika toe, een paar maanden later, de auditie gedaan voor Usher. En toen heb ik een jaar lang met hem getoerd, in en uit. En ben ik back and forth naar Nederland geweest voor So You Think You Can Dance. Ja, precies. Ook weer een tijdje geleden is. Ja. En zo een beetje echt actief bezig geweest. En toen dacht je ineens, ik ga een partijtje kickboksen. Nou, weet je wat het is? Ik heb dat altijd willen doen. En ik heb ook natuurlijk naar Melvin gekeken en gezien hoe dat gaat. En het inspireert gewoon heel erg veel. Ik vind het een mooie sport. En ik hoop dat heel veel mensen geïnspireerd raken om het te doen. Niet alleen maar om klappen uit te rennen, maar ook voor je conditie. Je leert zelfdiscipline. Er zijn zoveel dingen die erbij komen kijken. Ja. Als je uit een gevecht, weet je, in een gevecht komt en weg moet rennen, dan heb je conditie gezet, weet je. Want je hoeft niet per se altijd te vechten. Dus, het heeft heel veel voordelen. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon een keer in de ring staan. En uiteindelijk is dat waar gekomen. En nu nog een keer. Ja, leuk tegen Luca. Precies. Luca Gilliot, daar ga je tegen knallen. Die heeft natuurlijk ook een goede partij in leuke tegenstander, ja. Leuke tegenstander. Die kon het ook aardig goed. Vond ik voor de eerste keer dat hij dan deed. Snap je? Vincent ook. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want dit is eigenlijk best wel een hoog niveau. Wedstrijd gaat dit worden. Of laat ik het zo zeggen. Denk ik dat het gaat worden. Snap je? Had jij je partij gewonnen, je kickboxpartij? Ja. Ja, okay. TKO. Oh, TKO. Oh. Ja, nee, ik blaas helemaal niks op hier. Ja, dat was een heel leuk gevecht. Dus. Ja. Ja. Voor mij natuurlijk. En wat denk jij van je tegenstander dan? Wat, heb je daar nog een beetje analyse over gemaakt? Ja, natuurlijk. Ik moet natuurlijk goed voorbereiden en kijken. Ik denk dat het een heel mooi gevecht wordt. Ik zie dat hij snel is. Hij is jong. Hij is fit. Maar ik ben ook snel. Toch? Ja, niet zo jong als hij, maar... ik denk echt dat het een goede partij wordt. Ik denk dat we goed gematcht zijn. En ik ben benieuwd hoe hard hij traint. Ik train ook hard, dus kijk wie het hardst heeft getraind. Hoeveel keer per dag train je? Hoeveel keer per dag? Houd wel op 1 keer. 1 keer wel? Okay. Ja, ik denk misschien train je al 2 keer. Nee. Moet sommige mensen trainen al 2 keer. Nee, ik heb gezien dat het voor mij wel goed werkt om 1 keer per dag te trainen. Eén keer voor je focus. Keer in de week. Ja. Dan hou je scherpte voor. Ja, ook goed rust is ook belangrijk. En bij wie train je toch wel? Bij Yosimir Paulinho. Oké. Paulinho, ja. Hey Joe, hoe is het met jou met voorbereiding en trainen? Lukt het allemaal nog een beetje? Ja, met mij gaat het heel goed in de voorbereiding, trainen. We hebben veel wedstrijden omdat de competitie natuurlijk in volle gang is. Hoe is het met je lijf? Hou je het een beetje heel allemaal? Ja, kijk, dat is dus een dingetje wel. De blessures die spelen op. Maar als een professional dan moet je gewoon mee om kunnen gaan. Je moet daar thuis in worden. Ja, je bent niet aan het schaken of zo. Nee. Ja, je bent wel aan het schaken. Maar in je hoofd. Moet ook fysiek contact aan het maken. En daar horen gewoon blessures bij. Dus je moet gewoon, dat lijkt me wel heel zwaar natuurlijk voor die jongens. Ja, dat is vechten toch? Ja. Kijk, dat is wat ik zeg. Natuurlijk, als het goed gaat en het gaat makkelijk, dan is het allemaal voor iedereen is het dan weggelegd. Maar juist in deze dingen, of in zo'n periode, daar ga je dus de onderscheid zien van de echte kampioenen. Snap je? Die jongens die zeggen van oké, dit is er maar, ik weet wat ik moet doen, ik ga gewoon alleen met deze hand vechten. Ik kan niet trappen, ik ga alleen boksen. Ja, dat maakt kampioenen. Ja. Ja, en dat is eigenlijk iets wat hij dus nu zegt, daar leert hij nu mee omgaan. Ja, ik heb in mijn tijd heb ik echt gevochten met gebroken handen, dingen, operaties, echt alles. Ik deed dat gewoon en dat is natuurlijk, ik vond dat fijn om te doen. Want dat was juist nog meer die extra uitdaging om te kijken, kan ik het met dit nog steeds halen? En de ene keer wel en de andere keer niet. Maar precies. Het is wat het is, maar zo hoort het wel. Ja. Dat is een topsporter zijn, snap je? Dat is ook gewoon mindset. Een warrior zijn. Kijk, in de vroegere tijd moesten ze achter tijgers aanrennen en schapen aanrennen. Ja, die jager die gaat ook niet zeggen, ik heb vandaag even pijn aan mijn eten. Vandaag eten de kleine even niet. Nee, maar jij refereert jezelf dus ook echt met een krijger in elk dagelijks leven. Ja, precies. Als ik in de ring sta, ben ik gewoon echt een krijger. Ik kom ook met de krijgersmuziek op. Ja. Ik zie het niet als een potje vechten voor de show. Ik zie het echt als, als,
weet je, de Colosseum, weet je. Ja, ik wou bijna zeggen... Gladiatoren. Oké. Iemand heeft honger hier, iemand heeft honger. Dat is leuk toch, kijk, dat zijn ook die jongens, kijk, dat is nou het leuke van... Ja, je geeft een mooi platform op die manier. Ja, maar, maar niet alleen een platform, maar iedereen heeft zijn uitgesproken mening over, snap je, en hoe je wilt zijn. En ja, je weet toch, als we het voorbeeld altijd hebben over Conor McGregor, je ziet wat hij doet, snap je. Hij stelt de show, maar hij runt ook de show. Ja. Snap je? En dat is wel hoe het werkt. Ja, want het hele social media is ook wel een ding, maar volgens mij ben jij ook een ware held op TikTok, of niet? Nee, het gaat best wel goed op mijn social media's. En, best wel goed, hoeveel volgers heb je? 2,3 miljoen. Doe stoer, TikTok, je kijkt hem, 100k directeur. Op Instagram. Okay. Dat is wel 130k op YouTube. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel veel. Dat is wel knalveel. Maar hoe combineer je dat nu dan? Want je wil nu heel graag boksen, maar ik denk dat je TikTok-volgers ook kunnen zeggen van... wanneer is het volgende filmpje weer? Ja, precies. Dat is wel zo. Ik heb een tijdje niet gepost. Beetje slecht. Maar dat komt toch goed. Na de wedstrijd kan ik weer even... Maar je kan toch ook tijdens of een beetje... Ik ga even goed combineren, even kijken hoe ik wat leuks kan combineren met het boksen. Met het boksen, ja. En het is ook dansen. Misschien moet je Joey of Jackie een keertje meenemen en boksen en jansen tegelijk. Als hij down is. Ik zie de nieuwe Nederlandse Billy Blanks al genoeg. Nee. Oké, dan mag ik niet zeggen. Maar we gaan er wel leuks van maken. Maar dat is dus wel echt wel, want dat lijkt me best wel lastig, want je hebt elke dag toch een soort verplichting naar je doelgroep die wil dat je weer wat zet natuurlijk. Ja, ik zie het niet echt als een verplichting. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Ja. Natuurlijk is er een business kant aan, maar voor mij is boxing influencers op dit moment belangrijk. Dus dan stort ik daar ook mijn prioriteiten op. Ja. En dan is het, doe ik half werk hier, half werk daar. Ik neem het serieus. Ja, maar ik denk ook dat je fans willen dat je wint. Denk het ook. Dan denken ze van, ik volg deze guy. Ja. Je moet één gevecht als ik verloren heb. Ja, half uur volgen weg, alles van weg. Ja, nee. Alles wat ik doe, wil ik gewoon goed doen. Dus dan focus ik me nu hierop en daarna. Maar volgens denk ik wel dat ze geduld hebben. Nou, wij vinden het gek dat je meedoet, dus we zijn echt benieuwd hoe je wedstrijd gaat doen. Ja. Nou, top. En tot slot, als jij nou nog het een en ander wil weten wat hier allemaal gebeurt, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Vergeet ook niet te volgen naar The Punch Official via Instagram. En vergeet ook niet te volgen Funds, een nieuwe crypto, oftewel Funds Official, FNDZ. Die moet je allebei volgen, dan maak jij kans op een mooi bedrag van 5000 tokens. Zorg dat je ze allebei volgt en dan maak jij misschien binnenkort kans op deze mooie prijs. This hip is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father. I love him, I hate him, wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives and bats. Every time I it's what you hear and listen. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. I